bestond Duitsland nog niet. Toen waren er alleen maar losse Duitse staatjes waarin men dezelfde taal sprak, Duits, waarin men dezelfde geschiedenis had, dezelfde cultuur had. En aangezien die 19e eeuw waarin we nu zitten ook de eeuw is van het nationalisme, zien we dat dat hier ook een heel grote rol gaat spelen. Want er zijn heel veel Duitse nationalisten die gaan streven naar een groot Duits Rijk. Een vereniging van al die losse Duitse staatjes in een groot Duitsland. En het voortouw erin wordt genomen door de grootste Duitse staat, dat is dat gele gebied hier, Pruisen. En de kanselier van Pruisen, zeg maar de minister-president van Pruisen, dat was de man die we hieronder zien, Otto von Bismarck. En Bismarck had als streven om tot één grote Duitse staat te komen. En hoe doe je dat dan? Nou ja, er waren al verschillende samenwerkingsverbanden, er was al een soort economische tolunie en zo, maar toch bleef het losse Duitse staatjes en het lukte maar niet in die 19e eeuw. En Bismarck dacht, er is maar één manier om alle Duitsers achter dat Duitse idee te krijgen en dat is oorlog voeren. En zo lokte die een oorlog uit met Denemarken, er werd met Oostenrijk gevochten en langzamerhand, en dan zitten we zo in 1870, ontstaan er eigenlijk een soort Noord-Duitse bond onder leiding van Pruisen en een Zuid-Duitse bond die nog niet bij dat Duitsland van Bismarck horen. En Bismarck weet dus, hey, eigenlijk moet er nog één oorlog komen waarin ik het noorden van Duitsland en het zuiden van Duitsland met elkaar kan verenigen. En daarvoor kijkt hij naar het westen. Naar Frankrijk. En in 1870 breekt dan ook de Frans-Duitse oorlog uit. Bismarck is een slimme politicus. Het gaat te ver om hier er helemaal op in te gaan hoe dan die Frans-Duitse oorlog ontstond. Maar wat Bismarck voor elkaar weet te krijgen is dat de Fransen Duitsland de oorlog verklaren. Er is een telegram, wordt er gelekt nadat Bismarck een politiek spelletje heeft gespeeld. En hij provoceert Frankrijk ermee. En de Fransen die verklaren uiteindelijk Duitsland de oorlog. Dus nou kan Bismarck zeggen, jongens, wij Duitsers zijn in gevaar door de Fransen, we moeten samen optrekken tegen die Fransen. Nou, en dat doen ze. De Noord-Duitse staten, de Zuid-Duitse staten, ze gaan allemaal samen vechten tegen Frankrijk. En die Duitsers die verslaan Frankrijk snel. Hier op dit kaartje rechtsonder zien we eigenlijk een beetje het verloop van die strijd. En je ziet dat de pijltjes vooral vanuit Duitsland Frankrijk inlopen. En dat ze zich concentreren rondom een paar steden, waarbij bijvoorbeeld bij Metz en Sedan, daar worden de Fransen echt goed verslagen en daar geeft de Franse keizer Napoleon, die geeft zichzelf ook al over. Dat is overigens niet de Napoleon die we al eerder in de geschiedenis hebben gezien. De redenen waarom Duitsland wint, is omdat Duitsland een veel betere organisatie heeft. Ze hadden allerlei spoorlijnen aangelegd al richting die Franse grens, zodat ze snel legers aan konden voeren. En dat leger dat was bovendien veel beter georganiseerd, had veel betere wapens. En daardoor wisten de Duitsers de Fransen heel snel te verslaan. Nou, de Franse keizer Napoleon III die geeft zich al snel over. Maar de bevolking van Parijs die wordt woedend als ze dat nieuws horen. En die besluiten nog door te vechten. Dus wat moeten de Duitsers nog doen? Ze moeten de bevolking van Parijs nog verslaan, de Parijse commune. Nou, hoe doen ze dat? Ze gaan Parijs omsingelen en Parijs wordt uitgehongerd. En dat is in 1871. En de ellende in Parijs is zo groot dat zelfs de olifanten in de dierentuin opgegeten worden. Omdat de honger groot is door die omsingeling. En uiteindelijk moet Parijs zichzelf dus ook overgeven. De Duitsers hebben gewonnen. En ze nemen dan bijvoorbeeld dit gebied hier in die ovaal. De Elzas nemen ze in. Elzas-Lotharingen. Dat Franse gebied, dat komt bij Duitsland. Voor de rest willen de Duitsers helemaal niets. Ze hebben hun punt gemaakt. Er is eenheid bereikt. Want in het symbool van de Franse macht, in het paleis van Versailles, daar wordt het Duitse keizerrijk uitgeroepen. En de koning van Pruisen, Wilhelm, die zien we daar op dat podium staan, bovenop die trap staan, die wordt uitgeroepen tot de nieuwe Duitse keizer, Wilhelm I. En daar rechts in het midden, in het wit, daar zien we Bismarck heel trots toekijken. Want hij heeft eindelijk voor elkaar gekregen wat hij al lang wilde, namelijk die Duitse eenheid. En daarin speelt Pruisen ook nog eens een soort leidende rol. En ook Bismarck speelt erin een leidende rol, want hij wordt nu de Rijkskanselier van dat nieuwe Duitse keizerrijk. Hij wordt zeg maar dus de minister-president van dat hele Duitse keizerrijk, niet alleen van Pruisen nu. Nou ja, en dat Duitse keizerrijk, dat is toch wel iets om rekening mee te houden in Europa. We zien dat daar nu op het kaartje eronder liggen, dat grote gele gebied. Ineens is er een nieuwe grootmacht bijgekomen op de Europese kaart. En Duitsland wordt de grootmacht op verschillende gebieden, politiek, militair en economisch gebied. Op politiek gebied dus, omdat er ineens midden in Europa een grote staat ligt met miljoenen inwoners. Nou, en dat is wel iets waardoor de Oostenrijkers en de Fransen en de Russen en de Engelsen en de Italianen en al die andere volken zich toch wel achter de oren krabben. Van, oh, hey,
hoe gaat dat rijk zich verder eigenlijk ontwikkelen? Daar moeten we nou echt rekening mee houden. Op militair gebied hadden de Duitsers laten zien dat ze groot en modern leger hadden. Dat ze veel spoorlijnen hadden, waardoor ze ook snel hun troepen konden verplaatsen. Dus ook op militair gebied moest men rekening gaan houden met de Duitsers. En hoe hadden de Duitsers dat eigenlijk allemaal voor elkaar gekregen? Wat heb je nodig voor een groot en modern leger en veel spoorlijnen? Nou, daar heb je een goede industrie voor nodig. En Pruisen en Duitsland waren razendsnel aan het industrialiseren al voor 1871. En dat blijft ook na 1871 doorgaan. En nu is dus eigenlijk de vraag hoe er een nieuw Europees machtsevenwicht gaat ontstaan nu er een nieuwe grootmacht is bijgekomen. Daar zullen we in volgende video's eens naar gaan kijken.